In alweer de 35e uitzending van Dommel Sportland gaan we schakelen van wedstrijdsport naar recreatiesport. Oftewel ook van tiener naar 50-plussers. Dit allemaal met de 14-jarige open water- en lange afstandszwemmer Luc van Eindhoven en de 50-plussers van badmintonvereniging BCO. We zitten hier bij de prachtige plas het Langspier. En naast mij een zwemmer, ja. Luc van Eindhoven. De laatste tijd heel veel in het nieuws. Nog heel jong, geloof ik, hè? 14 jaar, ja. 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 En dan al heel erg bekend als zwemmer, want je hebt de laatste tijd ontzettend veel prijzen gehaald, heb ik gelezen. Ja, dat klopt. Binnen heb ik 400 meter ben ik Brabants kampioen geworden. En in het klassement ben ik eerst geworden. Dan was buitenseizoen, daar ben ik Nederlands kampioen geworden, 2,5 kilometer. En ben ik Brabants kampioen geworden over een heel klassement. En ik ben derde geworden in het Nederlands klassement, 10 kilometer. Je zwemt binnen en buiten. Ja. Dat is toch ook heel bijzonder? Ja, ik vind het allebei even leuk. En als ik moet kiezen, dan zou ik het eigenlijk niet weten. Ja, maar buiten is koud. Ja, maar binnen kan het ook koud zijn. Maar waarom kan je niet kiezen dan? Er is toch een groot verschil tussen in open water zwemmen, zoals hier bijvoorbeeld bij de Langspier, of in een verwarmd zwembad. Ja, daar zitten wel verschillen in, maar dat ligt per race aan. Het is alles is gezellig en binnen is het ook gezellig en buiten is gezellig. En bij beide zit er gewoon een goede sfeer in en dat vind ik leuk. Je bent al heel jong begonnen, neem ik aan, met zwemmen, als je nou met 14 jaar al zover bent. Ik ben op mijn 6e begonnen met zwemmen. Door de juffrouw van het diploma zwemmen B. Daardoor ben ik eigenlijk op zwemmen gegaan. Hoezo? Was die juffrouw zo leuk dan? Nee. Die mevrouw vond dat ik talent had. En die vond dat ik een keer moest komen kijken bij Zeegwerp. Dat is de club. Dat was mijn eerste club. In Sint-Michielsgestel? Ja, in Sint-Michielsgestel, ja. En nu zit ik bij de branden in Oosterhout. Maar nou ga je dus op 6-jarige leeftijd je zwemdiploma halen. Je vindt het leuk, die juffrouw zegt dat je talent hebt. Maar dan moet er toch iets gebeuren. Dan moet er nogal getraind worden, neem ik aan. Of hoe gaat dat dan verder? Ja, ik trainde toen 4 uur in de week. Maar nu train ik inmiddels al 10,5 uur in de week. Dus dat is een klein verschil. Vertel eens over dat trainen, want 10,5 uur in de week, dat is nogal wat. Dus smiddags, 's avonds, maar 's morgens heel vroeg? Ja, 's ochtends voor school, 's avonds en dan eigenlijk geen keer op in de middag. Dus op maandagavond 1 uur medische fitnesstraining bij Verzijde. Op dinsdagavond 1,5 uur in Vlijmen. Op woensdagochtend voor school 1,5 uur in Vlijmen. Op donderdagavond in Oosterhout 2 uur. Op vrijdagochtend voor school 1,5 uur en op zaterdag 2 uur in Oosterhout. Voor school? Maar dat is in Oosterhout? Nee, dat is in Vlijmen. Dat is in Vlijmen. Ja. Oké, maar dat is ook een eindje weg. En dan moet je 's morgens vroeg naar school? Ja, ik sta om 5 uur op en dan moet ik om 5:30 trekken. 6 uur lig ik erin. Ben ik om 7:30 klaar en dan is het weer naar school toe. Hoe kun je dat nou combineren? Dat is toch wel... Lijkt me toch wel heel erg zwaar. Ja, het is zwaar, maar ik doe het voor mijn plezier. En ik wil zo ver mogelijk komen, dus dan moet je er ook iets voor over hebben. Maar kun je op school je gedachten er nog bij houden dan? Ja, daar heb ik geen moeite mee. Wat voor opleiding zit je? VMBOT, het baan- en rerencollege. Wil van Schaik, ik zie jou trainen, als trainer bezig. Heb jij een badminton geschiedenis? Ik heb een badminton geschiedenis. Ik heb heel vroeg, was ik een van de medeoprichters geweest van BBC in Boksdal. Met toentertijd over de 300 leden. Ja, zowel junioren als senioren. En daar heb ik ook een trainerscursus gevolgd. En heb ik dus gebruikt ook om bij de leden wat te introduceren. Ja. Ook voornamelijk recreanten en dergelijke.
Maar toen had je vooral te maken met mensen die het echt als sport deden. Ja, dat doen we nu ook hoor. Ja. Dat doen we ook. Nou, maar ja. Nu is het nog iets meer recreatie. Dat wel. Ja, we moeten een klein beetje rekening houden met de leeftijd, neem ik aan. Ja. Ja, want de leeftijd is heel verschillend nou, hè? Hier. Ja, klopt. Dat klopt. Dat wil zeggen, wel allemaal op leeftijd. Ja, ja, we hebben dit eigenlijk gedaan ook om een klein beetje de senioren, laat zo zeggen, een klein beetje meer beweging te gunnen. Hè? Dat is eigenlijk de opzet. Ja. En daarom ben ik ook bij deze vereniging gekomen, ook om dit een klein beetje mee te helpen. Maar het is heel anders trainen dan als eerst. Dat is waar. De eisen zijn ook anders. Je past het ook een klein beetje aan. Kijk, toen ik de jeugd trainde, was dus de intensiteit veel hoger dan nu. Ja, dat is eigenlijk de opzet. En wat gaan jullie nou vandaag precies doen? Nou, voorlopig, we spelen op tijd. We stellen de tijd in om 20 minuten. En dan spelen we een partij onderling. Dus zowel een mix als een heerdubbel of een damesdubbel tegen een mix bijvoorbeeld. Ja, dus het is heel willekeurig. We houden rekening dus ook met degene die de kennis van de spelers. Het is niet de bedoeling van dat je elkaar gewoon afmaakt. Nee, het moet een klein beetje gezellig blijven. Maar toch een wedstrijdelement. Dat is eigenlijk de opzet. Ja, gaat het direct straks in tweede instantie ook echt om winnen? Dan gaat het fanatiek hoor, echt waar. Ja. En dan wordt het nog gevloekt ook nog. En jullie doen het één keer in de week? Eén keer in de week, ja. Dat is al dinsdag, de tijden van 9:15 tot 11:15. Wat wil je worden? Iets met sportmanagement in die richting. Dus naar de sportacademie straks of zoiets? Denk het wel. Daar ben ik nog niet zo mee bezig. Nou train je in Vlijmen en je zwemt in Oosterhout. Waarom niet in Bokstel of omgeving? In Bokstel ben ik een paar jaar geleden gestopt, omdat ik toen niet meer verder kon bij die club. Dus toen ben ik naar Sint-Udrode toe gegaan, bij de club Argo. En daar heb ik laatst mijn lidmaatschap opgezegd en daar kon ik ook eigenlijk niet meer verder. Dus toen ben ik naar Oosterhout toe gegaan. Die wedstrijden in het open water. Waar zijn die dan allemaal? Want hier in Boksel zie ik ze nooit. Nee, dat klopt. Ze zijn in het noorden, in het zuiden en in het midden van het land. Dus bijvoorbeeld in Culemborg, in Vianen, in Vlissingen, in Walcheren. Of Wilhelminadorp, Amsterdam. Daar allemaal. Nou ben je al heel vroeg met wedstrijden begonnen. Want ik zag ergens op Facebook dat jij in 2015... dus dat is alweer een jaar geleden, al in Amsterdam een wedstrijd ging zwemmen. Dat klopt. Dat was waarschijnlijk voor open water of voor de Nederlandse kampioenschappen binnen. Hoe gaat het nou met de toekomst? Want je zwemt nou, je haalt allerlei kampioenschappen. Hoe kan je daar nou mee verder gaan? Door limieten te zwemmen bijvoorbeeld een Europees kampioenschap of verder. En dan moet je gewoon echt hard voor trainen. Europees kampioenschap, vertel eens, hoe gaat dat allemaal? Door bepaalde tijden te zwemmen, die liggen sneller als bijvoorbeeld een limiet voor een Nederlands kampioenschap. Dus die kunnen bijvoorbeeld nog 2 of 3 seconden harder liggen dan dat limiet. Die korte wedstrijden in de zwembaden, dat zijn alle afstanden geloof ik, hè? Ja, dat varieert van 50 meter tot 1500 meter. En dat is dan bijvoorbeeld een 100 meter, een 200 meter, 400 meter en 1,5 kilometer dan. Harry Ketelaars, voorzitter van deze badmintonclub. Met een hele speciale mooie naam heb ik gezien. Dat klopt, wij zijn BC Overdag. En dat wil zeggen, wij moesten in het begin toen we dus begonnen een naam verzinnen. En omdat wij overdag spelen, zijn we tot die naam gekomen. Ja. BC Overdag. Maar ik zag op internet dat er heel veel clubs zijn in de omgeving die zo heten. Echt waar? In Den Bosch zit er bijvoorbeeld één, zag ik. Ja, dat wisten wij helemaal niet. Dus wij vonden het al een unieke naam. Maar ja. Hoe is het zo begonnen, Harry, om de ouderen bij elkaar te krijgen zo? Nou, we zijn eigenlijk begonnen vanuit een andere vereniging, BCC. Dat was een grote club in Boksel. Daar zijn we op een gegeven moment weggegaan omdat daar bepaalde dingen niet klopten. En toen zijn we voor onszelf begonnen en... We waren eigenlijk maar met een man of 6 in het begin. En er moest een naam verzonnen worden. En wij vonden deze naam wel aardig.
En zodoende is dat begonnen. En van Lieverlee is de club dus groter geworden. Ook door de spelers en de bekendmaking en zo. Dus zo is het eigenlijk verder gekomen. Ja. Nou richten jullie je op de ouderen. Over welke leeftijd? Op dit moment speelt het van 60 tot 77. Dus we hebben ouderen en ook de wat oudere jongeren, laat ik het zo zeggen. De oudere jongeren. Ja. Maar hoeveel leden hebben jullie dan nu? Op dit moment hebben we 20 leden. En het maximum wat we willen hebben is 22 leden. Dat heeft ook met de baanbezetting te maken. Dus 20 leden en we zoeken eigenlijk nog een paar leden op dit moment. Ja. Jullie zitten in de Braken. Heel vroeg, op dinsdagmorgen, 8:30. De mensen moeten echt vroeg de bed uit. Ja, dat is, dat is zo. Hè. Dus, maar ja, er is iedereen die komt welgemoed hier naartoe. Ze zijn allemaal uitgerust. Dus dat merken we ook aan de training en aan het spelen. Dus dat gaat prima. Ja. Iemand die zich aan wil melden, wat heeft hij dan te verwachten? Wat doen jullie nou precies? Als iemand zich aan wil melden, dan we schrijven we in uiteraard. We maken bekend wat we doen, hoe laat we spelen en waar we spelen. En dan kan die bij wijze van spreken zo beginnen. We vullen een schrijfformulier in en dan wordt hij lid. Maar ik zag net bij de training dat het best serieus aan toe gaat, want er wordt heel goed training gegeven, wat je wel en wat je niet moet doen, et cetera. Want er zijn natuurlijk ook veel mensen bij die nog nooit gebadmintond hebben, neem ik aan. Ja, dat klopt. Er komen hier mensen die van het gewoon het buitenspelen serieus met badminton bezig willen gaan zijn. Hè. Dus, en het is voor je lichaam goed en dus er is niks mis mee, denk ik. Maar dat is het serieuze gedeelte, maar jullie hebben ook een niet serieus gedeelte. Dat klopt. Wij hebben regelmatig hebben dus na het spelen drinken de mannen meestal koffie. Dat is al heel gezellig. Dat is heel, we zitten met elkaar. We hebben ook twee keer op een jaar hebben we, dus met het einde van het jaar hebben we koffie met gebak. In de zomer hebben we een afsluiting met koffie met gebak. We hebben een jaarlijks dagje uit met z'n allen. Dus ja, dat zijn de dingen die er omheen spelen en waar iedereen zich happy mee voelt eigenlijk. Ja. Als iemand lid wil worden, is het een dure sport? Zijn er dure materialen nodig, et cetera? Het enige wat de mensen nodig hebben is een eigen racket. En de contributie is €42,50 per half jaar. Dus tel maar uit, hè. Dat is eigenlijk hetgene wat we verlangen van de mensen. Ja. En de kleding uiteraard, hè. Een beetje schoeisel dat in de zaal mag gebruikt worden. Meer is er niet nodig. Nee. Harry, haal mij nou eens over met een heel mooie oproep dat ik lid word van jullie badmintonclub. Oh. Nou, ik zou zeggen, het is ten eerste hartstikke goed om fit te blijven. En wat je ook doet, dat maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. En badminton is een sport die voor alle spieren wordt gebruik gemaakt. En het is gezellig onder elkaar. Dus ik zou zeggen, wat let je om lid te worden? Ik ben het beste vanaf 200 meter. 200 meter of langer, dat zijn mijn betere kanten. Dus de sprint zoals de 50 en 100 meter, dat is niet voor mij weggelegd. En zijn dat de allerlei slagen die je dan doet? Of is het één slag, een schoolslag? Of wat voor slagen zwem je eigenlijk dan? Tot met 200 meter de borstkrol, vlinderslag, schoolslag en de rugslag. En boven de 200 meter is het alleen maar borstkrol. Nog even terugkomen op jouw maatschappelijke toekomst. Sport. En dan? Allround sport of toch weer alleen op het zwemmen geconcentreerd? Nee, toch wel weer alleen op het zwemmen geconcentreerd, ja. Ja, hoe wil je dat doen dan? Ja, dat weet ik nog niet. Daar kom ik dan nog wel achter. Maar je bent wel een vrolijke jongen. Hou jij nou ook nog tijd over voor andere activiteiten, zoals jouw jeugd dat doet? Ja, daar maak ik dan wel tijd voor. Ja, wat doe je dan? Gewoon met vrienden weg of bij vrienden thuis iets doen. Tot welke leeftijd kun je dit volhouden trouwens, dit zwemmen? Dat weet ik niet. Michael Phelps is gestopt op zijn 31ste, dus ja, dat hoop ik ook te doen. Nou, dan wensen wij jou heel veel succes
in jouw verdere sportcarrière, zowel het zwemmen als je maatschappelijke carrière. En ik hoop dat je inderdaad in de zwemmen nog iets verder kunt gaan doen in je leven. Dankjewel, ik ga mijn best voor doen. Kees van Amersfoort, penningmeester van deze badmintonclub overdag. En die club die is ontstaan een aantal jaren geleden, want ik heb 30 jaar bij BBC gesport. Toen ben ik naar BC80 verhuisd een paar jaar. En dat was op dezelfde dag, 's morgens en 's avonds. Maar dat werd me een beetje te veel van het goede. Dus toen hebben we besloten. Toen zijn wij in, een aantal jaren geleden in mei begonnen vanuit de BBC met sporten overdag. Zijn we in mei begonnen, maar helaas stonden wij met z'n drieën hier en kwam er niemand. Want mei en juni, juli zijn vakantiemaanden. Toen zijn we in september nog een keer gestart. En vanaf die tijd hebben we dus een clubje kunnen vormen. Eerst vanuit de BBC, maar die jongens die daar speelden, die werden afgeschreven bij BBC. Er was geen meerwaarde meer. Dus toen hebben we besloten om zelf een vereniging op te richten. En dat is dan BCO geworden, BCO overdag. En door Harry onder andere, die had ook heel veel aan sport, had een aantal mensen meegebracht om hier te komen sporten, badminton overdag. Ik deed zelf de training, want er was nog geen training. Maar ik heb jarenlang bij BC, bij BBC heb ik de jeugd begeleid gehad en cursus gevolgd. Dus ik weet wel iets van badminton af. En zodoende is dat hier zo gegroeid. En op dit moment is het een hele fijne vereniging, moet ik zeggen. Iedereen heeft van alles voor elkaar over. Organiseren per jaar altijd een fietsdag. Hartstikke leuk. En qua financiën zitten we gewoon heel goed. Is geen enkel probleem. En qua prijs hoeven de mensen het ook niet voor te doen. Want dat valt wel reuze mee hoor. Badminton, dat is niet zo'n dure sport. Afgeschreven, zei je straks bij BBC. Ja, heeft dat te maken met het feit dat jullie ouder werden en niet meer genoeg presteerden of zo? Ik weet het niet, want ik was niet meer bij die vereniging. Daar hoorde ik van Harry dat het zo gelopen was. En om welke reden dan ook, het was niet meer. Maar dit is puur recreatief. Dit is recreatief, ja. Wij doen niet aan competitie of wat dan ook. Nee, puur recreatief. Om mensen die overdag toch een sport willen beoefenen, want daar is het eigenlijk voor opgezet, om die in beweging te krijgen. Dat is de bedoeling. En ik zou ook graag zien dat meer mensen daar gebruik van gingen maken. Want ik weet zeker in Boksel dat er een hele hoop badmintonners thuis op de bank zitten die toch graag een keer willen badmintonnen. Dat weet ik heel zeker. En die zou ik op willen roepen om toch eens een keer van die stoel af te komen en eens zich te gaan organiseren. Bijvoorbeeld in een andere eigen vereniging en dat we daar samen mee kunnen spelen. Of ik wil ze zelf nog wel begeleiden als het moet, als ze dat willen. Dat is ook helemaal geen punt. En daar zou ik toch wel graag zien, dat er meer aandacht aan besteed wordt. Maar moet je badminton ervaring hebben om erbij te komen? Nee, niet. Nee, je hoeft geen badminton ervaring. Want deze mensen, 9 van de 10 die hier spelen, hadden nooit geen badminton ervaring. Maar gezien onze begeleiding en naderhand dan de trainer, kun je zien dat het niveau aardig opgekrikt is qua badminton. En iedereen heeft er plezier in. En dat is ook de bedoeling. Ik zag jou net bezig, Kees. Maar je bent heel fanatiek nog bezig, hè? Ik ben altijd fanatiek. Badminton, dat is mijn sport. En dat wil ik wel de hele dag doen, bij wijze van spreken. Maar dat is gewoon zo. Ik zou het ook heel erg vinden als ik het niet meer zou kunnen. Want ja, de leeftijd gaat een rol spelen. Dus, maar heb je vroeger dan op een hoog niveau gespeeld of zo? Ik ben bij badmintonclub, heb je bepaalde klasses gespeeld, hè. Ik heb competitie jarenlang gespeeld in een bepaalde klasse. En Wilde waarschijnlijk ook, maar die zat in een hogere klasse. Dus ik heb aardig niveau gespeeld, ja, dat wel. Maar als ik achter jou zie, maar ook toen ik jou net bezig zag, je wil gewoon winnen. Ja, maar dat wil iedereen toch in de sport. Iedereen die als sport doet, die wil winnen. Ja, en dan zitten er hier, ik ken er hier nog meer hoor, die dat wil. Maar dat gaat er gewoon niet uit. Nee. Als ik aan de sport bezig ben, dan beoefen ik hem ook zoals het moet. Ja. En dan ga ik niet liggen soebatten van och germ. Ik hou wel rekening met degene met wie ik speel, want er zijn ook mensen die hier wat minder spelen. Maar daar hou ik wel rekening mee. Ik ga niet iedereen voor de voeten lopen, want dat gebeurt hier ook en dat vind ik niet aardig. Nee, we zijn met z'n tweeën en proberen het samen tot een goed spel, tot een goed einde te brengen. Dat wel.
Mannen en vrouwen zijn bij jullie welkom dus? Ja, ja, en het liefst op dit moment wat meer vrouwen, want de mannen hebben de overhand op dit moment. En we zitten op is dat erg dan? Hè? Nou, vrouwen voelen zich meestal achtergesteld, heb ik het idee. Maar dat hoeft helemaal niet. En hier zitten ook goede dames bij die goed kunnen spelen. Ja. Nee, maar het liefst een paar meer vrouwen hadden we bedacht. Om iedereen de kans te geven. Niet alleen maar mannen, maar ook vrouwen mogen zich aanmelden wat dat betreft. Okay. Heel veel succes met jullie vereniging. Nou, dank u wel en het allerbeste. Groetjes, hè. Doei. De ouders van Luc, Chantal en Stefan. Chantal, wat betekent dit nou voor een gezin om een jongen te hebben die kampioen wordt, die een toekomst heeft in zwemmen? Wat betekent dat voor jullie gezin? Dat betekent heel veel tijd en energie erin stoppen. Sowieso zwemt hij dus niet in Bokstel. Dus wij zullen altijd moeten rijden. Hij traint in Vlijmen, hij traint in Oosterhout. Voor schooltijd gaat mijn vader, de opa van Luc, die gaat altijd mee. Omdat wij het zelf anders niet voor elkaar kunnen krijgen. Omdat we ook nog een broertje hebben van Luc die 2 jaar jonger is. En dan heb je op zondag de wedstrijden. En dan ben je ook door heel het land bezig. Maar dat is al heel vroeg begonnen, hè? Want op 6-jarige leeftijd gaat hij al naar zwemles. Dus daar begint het al mee. Daar begint het mee, maar dat bouwt gelukkig wel heel langzaam op. Tot waar we nu zijn. En er wordt dadelijk in de toekomst alleen maar meer dat hij gaat trainen. Oké, okay. Stefan, talent heeft hij voor jou? Nou, dat denk ik niet. Ik ben geen zwemmer zelf, dus ik weet niet van wie deze talent heeft. Want voor mij zijn we allebei geen zwemmers. Dus het is ongelooflijk dat hij eigenlijk heel goed zwemt. Dus het zit er gewoon in. Maar een trotse vader. Zeker, zeker een trotse vader. En die gaat ook altijd meekijken? Ja, die gaat meekijken en die doet mee officiëlen. En je bent er actief mee bezig. Je kunt wel langs de kant gaan zitten, maar ik heb official cursus gevolgd. Voor tijdwaarnemer. Dan ben je... Want als de wedstrijden moet je met officials doen, dan zijn er vaak ouders van kinderen. Anders kunnen ze geen wedstrijden houden, dus daar heb ik ook voor gekozen. Maar in het gezin hadden we het straks over. Hij heeft toch een heel ander leven als andere jongelui? Zeker, hij moet er ook veel voor doen en veel voor laten. Dat houdt ook in, als hij wedstrijden heeft, die blijft op zaterdagavond niet heel laat op. Die kan goed om 9 uur naar bed gaan. Om zijn eigen voor te bereiden voor een wedstrijd. Heeft voor ons ook heel veel aanpassingen in het gezin. Maar ja, Sam, zijn broertje, is er ook nog. En die verdient ook alle aandacht. Die honkbalt en die zwemt ook. En daar zijn wij ook mee bezig. En hoe oud is die? Sam, die is 12. En die heeft ook een sporttoekomst? Nou, die vindt het heel leuk om te zwemmen. Die zwemt ook niet in Bokstel, bij Argo. De club waar Luc tot voor kort bij was. En die honkbalt bij de Ducks. En die vindt het allemaal heel leuk. Maar die heeft niet de ambitie om zo hoog mogelijk te komen in de Nederlandse top. Maar dan moet je met 2 kinderen overal naartoe. Ja, dat klopt. Wij gaan met 2 kinderen overal naartoe. Dus dat wil zeggen dat je zelf je eigen aanpast. En je zorgt dat de kinderen overal op tijd zijn. En dan overleggen we met opa en Chantal en ik, die regelen dat eigenlijk in principe weer. Ja, want opa die zit hier op de achtergrond. Ja. En die zit te gniffelen en die zit op de computer geloof ik te werken ondertussen. Ja. Maar die opa die moet dus constant zijn vrije tijd opofferen. Die steekt er heel veel vrije tijd in. Die rijdt altijd elke ochtend voordat Luc naar school gaat de trainingen doen. En die doet ook bij het opladingscentrum is hij nou ook betrokken. Dus hij doet de voeding voor de kinderen uitzoeken en wat ze moeten eten en doen. En die is elke wedstrijd is hij mee. Dat is denk ik Luc zijn grootste fan, denk ik. Ja, ja. Ja. Oké, maar om 5 uur 's morgens, is dan iedereen wakker bij jullie? Ik nog niet. Stefan wel, omdat hij dan in de regel al gaat werken. En ja, Luc natuurlijk dan. En dan komt opa om 5:30 aanrijden en die pikt hem op. Nou, je zult maar zo'n opa hebben. Ja, ideaal. Ideaal voor hem. Maar jij bent 's morgens wel wakker? Ja, ik ben 's morgens wakker. Want ik vertrek, ik begin overal in het land rond 7 uur te werken. Dus ik ben al wakker en dan vertrek ik al. Of ik ben al weg, maar Luc is dan, maak ik Luc wakker. En hij is zelf ook altijd wakker, want hij zet zijn wekker en hij is altijd op tijd. Daar wint hij gewoon aan. Hij weet dat, hij heeft daar geen moeite mee en dat vindt hij helemaal niet erg.
gelukkige ouders, zie ik. Maar jullie zoon is ook gelukkig. Heel gelukkig, ja. Hij gaat echt helemaal voor het zwemmen. In de zomer dan het open water zwemmen, waar hij heel graag aan mee doet. En dan in september is dat afgelopen het seizoen en dan gaan we naar binnen toe. Nou, heel veel succes jullie. Ja. En wellicht zien jullie dadelijk een keer bij de Olympische Spelen of zo nog terug. Dat zou een heel mooi gebeuren zijn. Maar dat is wel een doel, hè? Dat hij zo hoog mogelijk komt. Jullie hebben ook die drive, hè? Wij willen alles voor hem doen zodat hij zo hoog mogelijk kan komen. Op een fijne manier voor hem. En dat hij, als je het haalt, dan zullen wij aan de kant zeer zeker staan te juichen, ja. En opa ook veel succes. Van hieruit geroepen dan. Dankjewel jullie. Okay. Dank je. Graag gedaan. Meneer Hans Kuiten. Enthousiaste deelnemer, zag ik. Ja, zeker. Zeker. Maar... ik ben er al bij vanaf 2009. En ik ben erbij gegaan vanwege het feit dat ik meende dat ik nog moest gaan sporten. Dat ik moest blijven sporten. En ook nog omdat ik toen alleen kwam. Mijn vrouw is toen in het verpleeghuis opgenomen in Bokstel, Lidwina. En dat was een mooie gelegenheid om dan te zeggen, nou ga ik ook er wat bij doen. En zodoende heb ik via contact gekregen met deze club. En dat is mij goed bevallen. Dus het is enerzijds vanwege de sociale contacten die je daarmee opdoet. En vervolgens om dan een goede invulling van de dag te hebben. Heb je vroeger ook gesport? Nou, heel beperkt. Ik was een matige voetballer, een middenvelder. Bij? Ja, bij de plaatselijke club. Ik kom zelf uit Nuenen bij Eindhoven. En daar heb ik dus op dat niveau mijn balletje getrapt. Nuenen dwars. Klopt helemaal, maar daar zou ik het niet te veel over hebben. Ja, dan staat daar een dwarsknuppel. Beter zeggen, het dorp van Vincent van Gogh, dat klinkt wat positiever. Dat klinkt beter, maar er staat wel een dwarsknuppel op een terrein. Ook de carnavalsclub, die heet ook de dwarsknuppels. Ja. Een broer van mij is zelfs een keer prins carnaval geweest. Dus die houdt ook wel van een lolletje. En daar een zoon van is het ook weer geweest. Dus het zit wel een beetje in de familie. Maar goed, niet een echte topsportman geweest. Nee. Dan begint u bent nu 77 jaar, mag ik zeggen. Ja, ja, zeker. Ja. Ja. En u bent de oudste deelnemer hier. En nu bent u hier bezig. Het is best spannend, zoals ik u bezig zag net. Ja, het is inderdaad. Je moet korte sprintjes trekken en toch een redelijke conditie hebben. Vroeger heb ik hier wel in de omgeving van Munsel hard gelopen. Zo, maar toen op een gegeven moment ben ik een paar keer witjes thuis gekomen en mijn vrouw zei, dat doen we niet meer, want ze vinden je nog een keer in de sloot. Ja. En dan moet ik alleen verder. En toen ben ik begonnen bij het molenpadje om daar wat fitness te doen. Maar toen kwam deze gelegenheid en die heb ik met beide handen heb ik die aangenomen. Ja. Sporten, fanatiek zag ik, maar ook gezelligheid, zei u. Ja, want ik vind het heel belangrijk, na het sporten drinken wij nog een half uurtje in de kantine hier. Drinken we een kopje koffie. Twee kopjes koffie en dan wordt er over alles en nog wat gepraat, hè. Ja. Ik heb gehoord dat het een politiek café is dan. Nou, dat is overdreven. Wij praten over allerlei soorten dingen. Maar het is altijd positief. Oké. Okay. Laten we het aan behouden. Oké. Okay. Ja. Nog heel veel succes. Dankjewel hoor. Ik ga nog even vlug naar de jongste deelnemer. Nee, nee. En de jongste deelnemer, deelneemster, die staat hier. Die staat hier. En hoe jong is de jongste? 52. Bijna. Zou je niet zeggen, hè? Nee, zeker niet. Nee, hè? Nog geen rimpel? Nee, nog glad gestreken. Nee. En dat komt door de sporten natuurlijk allemaal. Ja, badminton blijft leuk. Ja. Wandelen, fietsen, maakt niet uit. Maar... je doet nog meer aan sport? Ja, regelmatig, maar op mijn eigen manier. Ja. Ja. Heb je heel je leven gesport? Nee, ik ben hier begonnen en toen was ik 39. Dus... dan was je echt de jongste. Ja, maar toen waren hun er allemaal nog niet bij, dus toen was het meer een dames gebeuren. Maar die zijn allemaal afgehaakt. Maar nu zijn ze juist op zoek naar dames. Ja, ja, zeg al, dames zijn afgehaakt en ik ben overgebleven van die groep. Geen vriendinnen die willen badmintonnen?
Misschien wel, zal eens informeren. Ja. Ja. En wat vind je ervan, zo elke dinsdagmorgen hier zo vroeg te bed met onder? Dat vind ik niet erg, zo vroeg. Maar ja, ik vind het nog steeds leuk, anders kom ik niet. En wil ik zeggen, het gebeuren onderling is leuk. En ik ben bezig. Ik ben niet zo fanatiek, ik ben niet zo heel erg geweldig goed. Dat hoef ik niet, vind ik zelf. Het is maar dat we leuk hebben met elkaar. Dus ja. Oké, dus dat gaat nog lang door? Ik probeer zo lang mogelijk door te gaan. Goed voor lijf en leden. Oké, bedankt. Dankjewel. Hé, maar luister, dus ik hoorde van Martin met dat jullie natuurlijk altijd hier altijd het grootste woord hebben. Nou, dat valt echt mee. Ik hoorde het ook van die dames daar. Die dames hebben meer dan aan doen. Ik hoorde het ook van die dames. Dat zijn er maar een paar. Wacht maar eens toch. Wij moeten wel, want hun hebben het tenminste het hardste woord. Bij de volgende uit moet je gewoon met overeind komen. Gunny had het ook genoeg over de plaatselijke politiek hebben gehoord. Ja, dat gebeurt ook altijd. Maar vertel nou eens iets over de plaatselijke politiek.